Philippe, vier hele mooie kleine werkjes. Waarom kom jij hiervoor terug 's nachts? Wel, Henk Fisch, Nederlandse kunstenaar. Een mens, een kunstenaar, een tovenaar, een beeldenmaker, een dichter. Okay. Weet je, eigenlijk iemand die alles in één is. Wauw, dat zijn grote woorden. Ja? Want tovenaar bijvoorbeeld, leg dat eens uit. Het heet Restore Justice in the Name of Art. Dat vertelt ons al iets over het geloof dat die kunstenaar heeft in kunst. Dat kunst vermoedelijk de kans heeft, of het, de mogelijkheid heeft om rechtvaardigheid te realiseren. Een naïeve utopische droom. Ja. Jij en ik weten dat dat niet kan, dat dat nooit zal kunnen. Maar het is de kunstenaar die er is om ons te laten vermoeden dat het wel zou kunnen. Vier dingetjes die lichtjes tegen de muur zijn aangeleund, alsof het vier personages zijn, vier gedaantes, gemaakt uit prulletjes, een paar twijgjes die je ergens vindt, mm-hmm. een fluit die plots gebruikt wordt om een soort barricade te maken. Alsof het objecten zijn, dingen die gemaakt zijn, zoals we die kennen van een sjamaan in Mongolië of een Afrikaanse tovenaar, die het maakt om een kracht op te roepen. En dat is het mooie dat Henk Fisch dit doet met een kinderlijke verbeelding. Weet je, wij als volwassenen, jij en ik, zijn niet meer in staat om dat te maken wat hier tegen de muur staat. En tegelijkertijd, het gaat niet alleen over een soort naïeve schoonheid. Tegelijkertijd is het een beeld dat ook verontrustend is. Er sluipt een soort agressie in dit beeld. Ja, want ik zie een soort speer, ik zie een soort verwrongen sneeuwpop, lijkt het een beetje. Het zijn dingen die wij als jongens gemaakt hebben. Hmm. Met de spulletjes, weet je, de overschotjes van een Lego-doos en de kartonnen stukken van een ander speelgoedje of iets dat kapot gegaan is. We zouden iets gemaakt hebben dat misschien belangrijker was dan al de rest. Wel, dat is wat Henk doet. En dat is ongelooflijk bijzonder. Het was ook toen ik het werk voor het eerst zag, bijna zoiets als een koetvoederen, als een soort verliefdheid. Als iets waartoe je aangetrokken wordt, ja. Maar waar je ook niet 100% van weet waarom dat je ertoe aangetrokken bent. Ja. En dat is het mooie ook, denk ik, dat een kunstwerk moet zich niet onmiddellijk prijsgeven. Hm. Een kunstwerk is als een traag, langzaam lopend gesprek, waar je bij elk gesprek andere elementen ontmoet, maar dat het op het einde toch nog steeds een soort raadsel blijft. Ja. En dat is een taal. En dat is de taal van de kunst.